Welkom Paulien. Dank je wel. Super fijn dat je er bent. Ik heb zo'n ding om hoor, dus dat zou goed Dank jullie wel, heren van de techniek. Maakt het weer makkelijker. Hey, super fijn dat je er vandaag bij kan zijn, Paulien. Fijn dat ik er mag zijn, dankjewel. Ik moet zeggen, alleen al bij deze opening, hè, jou horend, Werder horend, ja, dan krijg je wel weer een beetje hoop terug in de mensheid. Dat jullie zijn met z'n tweeën in staat om die Mentimeter gewoon recht te laten slaan. Zullen we dat straks testen? Gewoon een aparte stelling, Adjar en Werner. Dat vind ik wel een goeie voor onze eigen ego, Werner, om even op te boosten. Dankjewel daarvoor. En hey Paulien, ik bedoel, de grote vraagstukken wel die op tafel liggen. Je zegt eigenlijk al, we hebben het over thema's zoals hoopvolheid. Dat schetst volgens mij wel gewoon de urgentie ook van de situatie. Werner had het in zijn betoog ook over de rol van bestuurders in het sturen op brede welvaart. Hoe zie jij dat voor je? Wat is de rol en verantwoordelijkheid daarin voor mensen in de bestuurskamer? Nou, heel groot natuurlijk, want je kunt het niet alleen van de politiek verwachten. Die moet natuurlijk normeren, maar als de politiek niet of niet voldoende normeert, dan hebben de bestuurders daar ook een eigen rol in te vervullen. En dat is nog niet zo eenvoudig, want de opvattingen over wat goed bestuur eigenlijk is, in de samenleving in het algemeen, maar in het bedrijfsleven in het bijzonder, leggen we sinds jaar en dag vast in een corporate governance code. Daar mag ik dan de voorzitter van zijn. Ja. Maar als je kijkt hoe die opvattingen veranderen over de jaren, 20, 25 jaar geleden, vonden we goed bestuur als een organisatie, als een administratieve organisatie op orde had. Als er een audit committee was ingericht. Ja, dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen, maar er gingen dus commissarissen de straat op, omdat ze vonden, waar bemoei je je eigenlijk mee? Ja, dat jij mij gaat voorschrijven dat ik een audit committee moet hebben. Nou, dat is die fase hebben we ver achter ons gelaten. Nu praten we over andere concepten. En andere ideeën over wat goed bestuur nou eigenlijk is. En dan praten we dus over het omarmen van die brede maatschappelijke welvaart. En die verantwoordelijkheid voor die brede welvaart, daar kunnen we met z'n allen van zeggen van wij zien dat echt als een verantwoordelijkheid voor bestuurders. Maar dan loop je dus onmiddellijk aan tegen die bestuurders die worden ingefluisterd vaak door hun juristen van pas nou op, want als je daar een verantwoordelijkheid voor aanvaardt, dan aanvaard je daar ook, dan zet je de achterdeur open voor een mogelijke aansprakelijkheid. En het woord aansprakelijkheid, ja, daar worden mensen heel zenuwachtig van, bestuurders in het algemeen. En dat helpt, zo'n Shell-zaak helpt wat dat betreft niet, want daar gaat iedereen opkrullen in een soort feutale positie, wachten tot het over is. Dus wat je ziet is dat dat besturen in het algemeen het op zich wel zien gebeuren dat de samenleving verandert en dat de verwachtingen van de samenleving veranderen en dat de wetgeving ook met name vanuit Europa aan het veranderen is en dat daar een zwaardere norm op ze afkomt. Maar om nu al te zeggen van ik ga die zware norm zelf omarmen, omdat ik denk dat het belangrijk is, omdat ik denk dat we die kant op moeten, omdat ik denk dat we moeten versnellen en niet kunnen wachten tot dit allemaal, tot er een level playing field is. Ja. Dat is nog wel een worsteling, zullen we maar zeggen. Ja, en ik zit even te denken, ik zit bijna te denken, kunnen we daar überhaupt aan ontkomen? Kunnen we het ons permitteren dat we inderdaad wachten? Nee, natuurlijk niet. Hoe zie je dat dan voor je? Hoe moeten we omgaan? Nou, we kunnen er niet aan ontkomen. Ja. En dus ik zie het als mijn rol in de Corporate Governance Code. Ja. Om dit dus nu gewoon wel op te nemen in die code. Ja. Ook al is daar heel veel weerstand tegen. Ja. Maar daarnet hadden we een lunch van tevoren. Toen zei Herman Mulder van de tijd van het nutje ligt een beetje achter ons. Dat is gewoon niet genoeg meer. Ja. Soms moet je gewoon moet je meer snelheid maken. En moet je grotere stappen. En moet je ook wat meer, ja, gewoon wat meer lef hebben, wat meer realiteitszin. En een van de dingen om dat te doen is gewoon nu in de code af te spreken, jongens, linksom of rechtsom, bestuurders zijn verantwoordelijk voor het creëren van een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie. Ja, ik wilde net zeggen, dat staat ook in de huidige code. Nee, maar de huidige code is dus lange termijn waardecreatie. Ja, dat wordt in de nieuwe code, die wij hopelijk eind van dit jaar afleveren. Niet alleen lange termijn waardecreatie, maar duurzame. Het woord duurzaam wordt eraan toegevoegd. Ja. En daarnaast komt er dus een expliciete verantwoordelijkheid in die code, dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor het creëren van die cultuur gericht op lange termijn waardecreatie. Ja. En als je mij dan nog gaat uitleggen dat die verantwoordelijkheid niet. Dan denk ik van ja, wie kan daar tegen zijn? Ja. Ik bedoel, iedere CEO of iedereen die ooit een keer een baan heeft geaccepteerd waar een job description bij stond. Regel 1 van je functieomschrijving is meestal: in deze functie ben je verantwoordelijk voor. Nou, als je die functie aanvaardt, dan ga je ook niet eerst zeggen van ja, maar ben ik dan ook aansprakelijk? Nee, natuurlijk niet. Je bent in deze functie ben je verantwoordelijk voor. Nou, dat geldt dus ook voor bestuurders. Die zijn gewoon verantwoordelijk voor die brede maatschappelijke welvaart. Ja,
mooi gezegd. Hey, je noemt dus dat punt inderdaad over die aansprakelijkheid. En dat er inderdaad eigenlijk een soort van nieuw leiderschap moet zijn. Dat dat wel gewoon omarmt en er wel voor gaat. Lange termijn waardecreatie in de oude corporate governance code. Mooi nieuws dat bij de nieuwe duurzame lange termijn waardecreatie er ook in staat. Ik hoorde Werner het ook al zeggen. We hebben het al langer over triple bottom line, people, planet, profit, over duurzaamheid. Maar wat gaat nou anders maken? Omdat we toch ook hebben gezien met lange termijn waardecreatie dat er toch nog niet altijd genoeg op gestuurd werd om dat te creëren. Hoe gaan we dus naast die houding ten opzichte van aansprakelijkheid ervoor zorgen dat mensen wel en bestuurders wel zich houden aan inderdaad concepten die dus ook in zo'n corporate governance code staan? Ja. Nou kijk, over 2 jaar zit het in de wet. Hè? En tot die tijd is het zelfregulering. Dus moeten we het gewoon zelf doen omdat we het willen. Omdat we het belangrijk vinden. Omdat we denken dat het het juiste is om te doen. Waarom gebeurt het nou nog steeds niet zoveel als je zou willen? Kijk, als je kijkt naar het brede palet van bedrijven dat we hebben. Even een paar stapjes terug. Na de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse economie ingericht rondom de maakindustrie. Ja. En wij hadden echt het idee, wij moeten de wederopbouw, dat heeft te maken met verdienvermogen van ons land. Daar zijn beleidskeuzes gemaakt om zwaar in te zetten op de maakindustrie, die enorm energie kreeg vanuit de fossiele industrie. Ja. Hè? Dus de olie- en gasindustrie. Dus heel veel van onze huidige welvaart hebben wij te danken aan die maakindustrie en aan die fossiele industrie ook. Ja. Maar onze huidige samenleving vergt gewoon andere dingen van ons. Dat wil niet zeggen dat we die maakindustrie niet meer willen hebben of niet meer nodig hebben, want we hebben toch een verdienvermogen nodig op een of andere manier. Maar feit is dat veel van de bedrijven die we hebben inherent niet duurzaam zijn. Inherent niet duurzaam. Maar als je dat even tot je laat doordringen en je bent als bestuur verantwoordelijk voor waardecreatie in zo'n bedrijf en je gaat nadenken over, ja, maar is mijn palet aan producten of diensten eigenlijk wel inherent duurzaam. Ja. En je gaat het gewoon helemaal afpellen en je komt gewoon bij ieder product dat je maakt tot de conclusie dat het inherent niet duurzaam is. Ja, dan heb je wel een probleem. Dat is het eerste probleem. Ja. En het tweede probleem is dat lange termijn en korte termijn elkaar constant bijten. Eén voorbeeld. Supermarkten mogen over 2 jaar geen sigaretten meer verkopen. Ja. Op hun schappen. Dan wordt het wet. Nou, dan zou je dus zeggen van niets weerhoudt je ervan nu, supermarkt, om nu te zeggen van oké, als het over 2 jaar wet is, dan kan ik het ook nu al van beschappen. Ja, maar weet je wat dat dan een extra omzet genereert? Niet alleen de rookwaren zelf, maar ook de extra omzet van de aanloop van de mensen die hun pakje check komen kopen in de supermarkt. Ja. Dat zijn miljoenen die je dan misloopt. Ja. En op zo'n moment zie je dus, dit is een mooi voorbeeld van het spanningsveld tussen de aandeelhouders die zeggen van ja, maar jongens, eind van het jaar graag rendement zien. Ja. En de brede verantwoordelijkheid die je hebt, die dus ook, dit is dan een S-verantwoordelijkheid, hè, voor de samenleving en de gezondheid van de mensen, die je ook kunt voelen om te zeggen van nou ja, ik kan er ook nu mee stoppen, maar is dat jou een 500 miljoen omzet waard? Is dat jouw aandeelhouders een 500 miljoen omzet waard? Wat zeggen je aandeelhouders daarvan aan het eind van het jaar? Nou, dat zijn de dilemma's die eigenlijk ieder bedrijf, ik noem nu één bedrijf, één sector, hè, van één specifiek voorbeeld. Maar dit soort voorbeelden kun je voor iedere sector bedenken. Ja, maar dan zit ik bijna te denken, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Paulien. Maar dan denk ik, oké, we kunnen het ons dus enerzijds met de urgentie niet permitteren. Ja, die wetgeving komt eraan, dus dat is wel een fijne stip op de horizon. Maar in de tussentijd, hoe zie je een oplossing daarvoor, zeg maar? Hoe moeten we het harder gaan afdwingen? Kunnen we het wel overlaten aan inderdaad een soort van hoop op een verandering in leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel bij bestuurders? Of moet daar echt harde, concrete afdwing maatregelen voor komen? Ik weet niet hoor. Mijn moeder zei dat hij niet horen wil, moet maar voelen. Een mooie boodschap, ja. Nou ja, dus ik hoop heel erg dat we willen horen. Daar begint het mee. Ja. Hè? Dus ik hoop heel erg dat we onze voelangels en hun sprieten en onze empathie en hè, dat we ook zullen luisteren naar ons hart en dat we zullen luisteren naar de toekomstige generaties en dat we die kinderstoel die leeg was bij de lunch, dat we die mentaal invullen en dat we denken, waarom doen we dit ook alweer? Ja. En dat we even ons door de juiste motieven laten leiden. Maar als dat allemaal niet werkt en als mensen
ze dan toch nog steeds. Hè? De korte termijn laten voorgaan over de lange termijn, of de niet duurzame keuzes maken, terwijl ze duurzamere alternatieven hebben. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat je toch niet ontkomt aan een vorm van normering. Mm-hmm. De code is een vorm van zelfregulering, dus mm-hmm. dat is het mooie ervan. Het staat niet in de wet, het wordt omarmd door iedereen die daarbij betrokken is. Ja. Maar voor zover het niet in de code staat, zul je ook naar wetgeving moeten grijpen. Maar dat zijn trajecten die doorgaans langer duren en die ook vaak meer verwateren. Ja. Dus liever heb ik dat mensen zich gewoon eigenlijk door hun eigen innerlijke stem laten leiden. Ja. En niet hoeven te voelen. Hey, maar er zitten hier mensen, bestuurders in de zaal ook. Paulien, ik weet niet of je misschien nog kort een laatste boodschap voor hen hebt. Ook om de dag wellicht mee in te gaan. Om de dag mee in te gaan? Of halverwege de dag. Misschien als enige boodschap. We laten ons makkelijk leiden door angst. En we laten ons minder makkelijk leiden door visie. En mijn wens voor bestuurders is dat ze zich wat minder door angst laten leiden. Angst voor juridisering, angst voor advocatenlegers, angst voor NGO's die met een hitlist bij je langskomen. En net wat meer door visie. En dat ze even bij zichzelf te raden gaan van waarom is dat ook alweer belangrijk. Mooi, heel mooi gezegd. Zouden we een daverend applaus mogen voor Paulien van der Meermoor. Dankjewel, Paulien.